de scholen nu gesloten zijn, moet je eigenlijk gewoon thuis verder leren. Nou, ik moet dat ook. En ik heb gewoon mijn werk thuis liggen. Zo heb ik hier bijvoorbeeld wat rekenwerk. Deze tijd van de lockdown is saai te noemen. Vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te houden is er weinig mogelijk. Zeker voor jongeren is dit een moeilijke tijd met weinig mogelijkheden. Hoe kun je als jongere, zo goed en zo kwaad als dat gaat, toch zoveel mogelijk je eigen dingen blijven doen? Aan tafel Jesseline, Jesseline en Melanie. Ja. Allebei 13? Ja. Nou, bijna 13. Oh, bijna 13. Nou, allebei 12 dan. Ja. Corona. Jullie zijn er natuurlijk ook al een hele tijd mee bezig. Alle televisieprogramma's hebben er al een beetje over. Ja. Laten we het maar gelijk maar eens eventjes aan jullie vragen. Hoe hebben jullie nou die hele coronaperiode tot nu toe ervaren? We hebben in de eerste lockdown zijn we steeds met elkaar geweest. En in de tweede lockdown, ja. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Vervelen jullie je? Nee. Nee? Wat doen jullie zo al? Gewoon lachen, leuk doen. Gewoon buiten en dan soms bij een van ons binnen. En dan gaan we wel eens nog, ja, nu inmiddels niet meer, maar we gingen ook wel eens nog naar de stad en dan een beetje fietsen of zo. Ja. Ja. Dus jullie hebben niet echt zo van wat je dan leest van, nou ik weet bij van gekkigheid niet meer wat ik moet doen. Nee. Jullie redden je wel. Ja. Netflixen? Ja. Ook veel? Ja. Ja? Hoe gaat dat op school? Mogen jullie naar school? Nee. Alles via? Online. Ja. Hoe vind je dat? Moeilijk. Ja, best wel. Het is moeilijk om je daar echt voor in te zetten. Want je denkt, oh, ik wil zo graag op mijn telefoon, maar ik moet het echt af hebben, dat. Ja. Had ik gisteren ook. Ja. Wat missen jullie nu eigenlijk het meest? Sociale contact met vrienden, denk ik wel. Ja? En bij mijn opa en oma en bij mijn familie. Oké. Ja. Dus daar komen jullie niet? Nee. Jij komt er niet? Ga jij naar je opa? Ja, ik ben er gisteren nog geweest. Oké. Maar op de afstand, op 1,5 meter en mondkapje en dat soort zaken? Mijn opa en oma hadden corona. Oké. En we zijn wel een keer langs geweest, maar nu, omdat het nou weer zo erg wordt, zijn we nu even niet meer gegaan. Nee. Jullie werken thuiswerken op school. En hoe regelen jullie dat thuis? Ik heb een hele lieve moeder die dat elke dag wel me helpt. En als ze moet werken, dan kan ik het wel zelf, maar... Ja, maar zij helpt mij. Je hebt genoeg rust om je heen om toch de les te volgen. Ja. Is dat voor jou ook? Ja. Ja? Want hoe organiseer je dan? Je moet om 8:30 beginnen, denk ik. Ja. Dan je klap je laptop op. En dan ga je er gewoon achter zitten. Je gaat erachter zitten. Ja. Heb je wel eens gekke dingen meegemaakt van vriendinnen waar je op de achtergrond nog iemand langs ziet lopen? Gegeel. En zo. Ja? Ja. Ja? Hoe is dat? Hilarisch? Ja, een beetje irritant. Oh, kan ik en er nog. Zijn ook mensen die de juf dan dempen. En dan kan je de les niet volgen. Nee. Heb je nu ook ander contact met je vriendinnetjes? Veel meer WhatsAppen of in plaats van elkaar zien? Ja, dan ga ik FaceTimen. FaceTimen de hele tijd. Jeetje. Sporten? Dat kan niet meer. Oh, kan ook niet meer. Alleen paardrijden. Ik zit op paardrijden. Oké. En dat is buitensport, dus dat kan. Dat mag wel. Jij sport ook? Nee, ik was nog op zoek naar een leuke sport, maar nu kan ik die ook niet. Dat hoef je nou ook niet te doen. Nee, want niet meer sporten, gek naar school. Af en toe even lekker patatje halen als je aan het in de stad wandelen bent. Is er ook, ook niet meer bij? Wat, volgens mij sta je te springen om allerlei dingen te doen. Ja. En dat kan niet. Nee. Wat doe je met al die energie die je in je hebt? Ga je thuis springen of zo? Nee, gewoon lekker naar buiten, joh. Toch wel? Ja, want we hebben de vorige keer ook gebakt. We hebben cakejes gemaakt. Oké. Dus jullie zijn allemaal wel dingen aan het verzinnen om toch met elkaar bezig te zijn. Jeetje, heb je wel vriendjes of vriendinnetjes die zich een beetje somber voelen? Ja. Niet somber, echt, maar wel gewoon dat ze het ook heel jammer vinden. Gewoon, omdat dan kunnen ze bijvoorbeeld hun opa en oma niet zien of andere familie en dat vinden ze dan heel jammer. En praten jullie daar gewoon over met elkaar? Ja.
Ja. En probeer een beetje te helpen en te steunen? Ja. Jullie zijn wel heel erg... Hoe groot is je vriendengroep nou? Want ik kan me voorstellen dat je... Groot. Ja. Ja? Ik ben echt, als ik nou wel een keer op Oud en Nieuw... Dan heb je iemand gezien en die is gelijk... Nu zijn we echt vrienden geworden. Ja, oké. Dus dat is wel het goede daarvan. Mondkapjes, moeten jullie die al... mogen jullie die op? Moeten jullie die op of net niet? Februari moet ik hem denk ik wel overal op. Dan ben ik 13. Heb je al een keer geoefend ermee? Of niet? Ja, ik doe het wel elke dag als ik naar de, de boodschappen ga doen. Ja. Ja. Vind je dat gek? Het wordt nu een beetje normaal. Ja, omdat we het al zo lang doen. Ja, ja. En dan word je natuurlijk, dan moet je dat, dus verplichting. Ja. En dan, ja. Vervelend. Ja. Ja. Jullie, zijn jullie ook in quarantaine geweest? Ja, of, ik had zelf corona. Je hebt zelf corona? Oh. Ik had corona. Oh, gelukkig. Ja? Hoe was dat? Hoe voelde je? Ik voelde me gewoon goed eigenlijk. Maar hoe kwamen ze er dan achter dat je het had? Nou, ik had geen smaak en ik rook niks. En toen dacht ik, ja, het is niet helemaal goed. Dus toen ging ik een coronatest doen. Ja. En toen had ik na 48 uur nog steeds niet de uitslag. Oh. Dus 2 uur later gingen we ongeveer bellen. Toen was er wel een uitslag bekend en die was positief. Dus toen moest ik in quarantaine. Ja, maar niet alleen jij. Ook ja, iedereen ook mijn ouders, die thuis was. Ja. Schokken die? Ja, we hadden het soort van al wel verwacht dat ik wel corona had. Dus het was niet echt een schok of zo. Omdat ik had wel gewoon die symptomen. Dus, oké, ja. En dan moet je helemaal 10 dagen in quarantaine. Ja. Was, en hoe is dat dan weer? Nou, ik vond het op zich niet erg of zo, want ja, je kan gewoon uitslapen. Je kan gewoon tv kijken wanneer je zelf wil. Ja, alleen maar voordelen natuurlijk. Ja. Als je je goed voelt tenminste. Ja. Jeetje, en dan corona. En was er paniek thuis? Of hoe, Nee, gewoon wel ontsmet als ik naar de wc ging of ging douchen. Dan moest ik het wel ontsmetten. Maar ja. Voel je je nu minder vrij omdat met die hele corona? Of doe je gewoon nog eigenlijk wel een beetje dezelfde dingen? Ik doe gewoon nog hetzelfde eigenlijk. Ja. Ja. Ik voel wel een soort van druk. Ja. Ik voel wel als je nou bij mensen vlakbij in de buurt komt of mensen bij jou, dan... Dan doe je wat. Let je daar op? Let je daar bewust op dat je een beetje afstand neemt met mensen? Ja, of? Bij oude mensen heel erg. Oké. Ja, en bij bijvoorbeeld kinderen net zo oud als mij, dan let ik er wel op. Maar dan kijk ik eerst hoe ze gaan doen als ik vlakbij kom. Ja. Ja. Dus je bent altijd wel een beetje waakzaam? Ja. Ja. Ben je nou moe aan het einde van de dag? Misschien een hele gekke vraag, maar je zit constant op te letten. Je hebt altijd, je bent altijd naar die computer aan het kijken. Je kan je niet, hè, je kan je energie niet kwijt. Hoe slapen jullie goed? Ja, ik slaap gewoon goed, ja. Dus gewoon dezelfde als altijd? Ja. Wel een paar dagen laat, maar... Ja, wel laat, maar wel lekker. Ja. Gewoon lekker Netflix nog even bingwatchen en dan pas naar bed. Ja. Als jullie nou terugkijken, hè, naar een jaar geleden toen alles nog... normaal was. Wat is nou eigenlijk het allergrootste verschil? Waar heb je het meeste moeite mee? De vrijheid en dat je niet zoveel mensen nu ziet. Ja. Nu is echt, nu waar wij wonen in de Goorze, is het nu echt bijna dood. Echt niemand is er. Ja. Er is gewoon niemand op straat en het is gewoon zo saai. Bijvoorbeeld als iemand jarig is, kan je ook geen feestjes geven. Nee, dat is natuurlijk ook allemaal. Dat dus dat wordt in februari. Ja. Hoe ga je dat oplossen? Ik ben nog aan het kijken, want misschien, ik denk dat het, de lockdown wel wordt verlengd. Ja. Dus ik denk dat ik het gewoon laat gaan. En dan ben ik gewoon bij mijn familie en misschien komt Melanie. En dan gaan we, familie, nee. Nee, ja, en mijn moeder. Ja, dus lekker in kleine kring, zoals dat dan heet. En dan misschien je vriendinnetje erbij. Ja. Dat is alles. Dat is genoeg. Dat is genoeg, voor nu. Ja, maar volgend jaar wordt het natuurlijk een groot feest. Dan als het kan. Als het kan, dan gaat het goed. Nou, ik vind het hartstikke dapper dat jullie één hier aan wilden schuiven. Ja. En twee, dat jullie er zo toch wel een beetje makkelijk over denken. Denken van, nou, het is zoals het is. En, we gaan gewoon maar door. Het komt wel weer goed. Ja. Laat me afkomen. Lekker positief, laat me gaan. Ja, wat kan je anders doen, toch? Ik ga ook niet depressief in mijn kamer zitten. Nee, maar dat moet je ook maar kunnen. Ja. Ja, want het is wel ook fijn dat jullie niemand in je omgeving hebben die daar heel depressief is. Ja, gelukkig. Die ja, iedereen gelukkig lekker positief. Ja. Nou,
Helemaal goed. Nou, Jesslyn? Jesslyn, Melanie, hartstikke bedankt dat jullie wilden komen. Nou, toch nog een leuke, fijne verjaardag. Dank je. En nou, pas op voor geen corona krijgen. Nee. Dat is niet de bedoeling. Okay. Nou, dank jullie wel. Ja.